Ik heb jullie vraag gekregen, waarom is het, waarom is het gedaan tussen mij en Michael? Michael en ik, wij hadden heel veel ruzie over de stomste dingen. En ik had hem gekwetst, hij had mij gekwetst. Ik was zo boos geworden dat ik iets kwetsend gezegd heb. Hij is ook boos geworden en heeft tegen mij ook iets kwetsend gezegd. Wat ik wel begrijp, dat we dan ruzie krijgen. Dus ja... Wat beweeg je die nu? In ieder geval, ik en Michael hebben ruzie gekregen. En heftige ruzie gisteravond. Toen dacht ik dat het nog terug goed was. En dan stuurde hem rond 12 uur een berichtje dat ik deze morgen gelezen heb. Dat ik iets... Dat ik, want ik wou me helpen aan een relatie met Bart. Een jongen die ik ken. En die viel op jongens. Maar die viel blijkbaar op jongens en op meisjes. Waardoor dat Bart, dat Michael mij een leugenaar noemde. Wat ik eigenlijk niet ben. Want ik wist niet dat Bart op jongens en op meisjes viel. Maar Michael beweerde van wel. Dus dan... is de ruzie nog erger geworden. Nog erger, nog erger. En uiteindelijk hebben we besloten om geen vrienden meer te zijn. Met tranen en al. Maar we hebben gezegd... volgens Michael zal er een oorlog komen. Het maakt mij niet meer uit. Hij gaat wel onabonneren op mijn YouTube-kanaal. Maar mijn fans, die zijn er tenminste voor mij. En die gaan me helpen aan de 1K. En dankjewel voor jullie support, mensen. En toppers, jullie ook. Want jullie helpen mij erdoor. En ik kan er deze week een hele leuke week van maken. Dus dankjewel, toppertjes. Dankjewel voor het luisteren.